midden van die nationale ruitijdpark verslagoffers van COVID-19 het baie Kapenaars gisteraan die stadse nachtleven geniet en nie aangeslaan op waarschuwings oor skerp stijging in nieuwe infecties nie. Het is net nog een vrijdagavond aan die einde van die maand in Kaapstad. In Kampsbaai is die kuierplekke teen sonsondergang so vol dat mense al op die sypaadjie staan. Die meeste kuierplekke handhaaf een streng beperking op die getal gasten wat binnen toegelaat word. Maar op die sypaadjies geld geen COVID-19 reels blykbaar nie. In Observatory biedt een gewilde kuierplek een Turkse waterpijp, oftewel Habli Babli aan vir gasten om te deel. Deurwagte het hulle hande vol om toegang te beperk. En buiten drom een groot groep mensen saam. It's very worrying for us as the city and specifically as the city health department to receive reports of businesses displaying poor adherence to the COVID regulations and especially the enforcement thereof. It's the responsibility of each and every resident within the city of Cape Town to abide by the COVID regulations. These include the mask wearing, social distancing and also the hand sanitizing or hand washing, but also very importantly for businesses to enforce these regulations, whether in their business premises or in the queues outside of these business premises. Maar kan ondernemings verantwoordelik gehou word vir wat buite hulle deure gebeur? Langstraat is besig, waar ons net 3:30 voor middernag. Taxi's staan die strate vol om mense huis toe te neem, maar ander laai mense af. Hoe later dit word, hoe minder mense dra maskers. Honderde mense stroom om middernacht by kuierplekke uit. Over the next few days, the city will be rolling out interventions, patrols to observe these businesses and these companies that are active at the moment and to strictly enforce the regulations. Met die feestyd wat voorlê, bestaan die risiko dat die virus al hoe vinniger kan versprei as mense nie hulle gedrag drasties verander nie. Nadine Tron, E-News, Kaapstad.